het webinar. Het is 1 minuut voor 12 op deze mooie 12e mei. Ik ga eens even kijken of ik mijn scherm kan delen dat we naar een bewegend beeld gaan. Naar een redelijk mooi bewegend beeld. Daar is in Exibo op dit moment live. Nou, bijna 1 minuut voor 12, dus inderdaad zijn we perfect on time. Dus dat is mooi. Nou, dat is stapje 1, zou je zeggen. Maar ik ga ook eventjes kijken meteen naar de chatfunctie toe. En dan ga ik die mogelijk maken dat je naar iedereen kan posten. Of dat, hè, dat jullie ook naar iedereen kunnen posten. Ga ik zelf ook doen. Ik ga naar de chat en ga ik naar even dat vakje iedereen aan toetsen, aan titsen. Dan ziet iedereen ook dat bericht. Ik heb zojuist daar welkom in geplaatst. En mijn vraag is even aan één van jullie. Wil je even reageren of je, op mij, hè, of je mij op dit moment goed kan verstaan? Kun je me goed horen? En dat je dus inderdaad ook de AX-index op dit moment live ziet. Op die 754.33. Dus dan weet ik ook dat alles goed werkt. Zou ik één van de deelnemers, zou je even een reactie willen geven? Graag eventjes dan naar iedereen posten. Dan ziet ook iedereen dat je aanwezig bent. En grote vriend Theo is in de house. Van harte welkom, Theo. De optiespecialist is weer in town. Opletten allemaal, ja, met grote smileys. Dankjewel, Theo. Bedankt ook voor je reactie. En Nol is er ook bij. Van harte welkom ook. Prima, met een dubbele A, A.AA. Dus dat is van het enthousiasme, denk ik, Nol, hè, dat alles prima werkt. Ja, ik heb wel eens vaker gezegd dat Zoom en ik niet altijd even goede vrienden zijn. Dat ze doen niet allemaal precies wat ik zeg. Maar dat gelukkig dat alles dan goed werkt. Hartstikke leuk. Ja, we gaan even vandaag een goed nieuwsshow gaan we verzorgen. En Rudolf Holler is er ook bij. Zegt alles werkt prima. Van harte ook welkom, beste Rudolf. Leuk dat je erbij bent. Dat alles inderdaad goed werkt. Ja, we gaan vandaag een goed nieuwsshow presenteren. Hadden we gisteren eigenlijk ook. Ik weet niet of je gisteren ook aanwezig was. Misschien wel, misschien niet. Dat kun je ook even in de chat laten horen. Gisteren hadden we eigenlijk ook een goed nieuwsshow. Had ik een presentatie gegeven over mijn optiesysteem. Maar dan XLT. Vandaag gaan we het eigenlijk over mijn allerbeste optiesysteem hebben. Opties beleggen LT. Lange termijn staat het voor. Ga ik vandaag laten zien wat de rendementen zijn geweest over de maand april. En ook alles wat daarvoor zit. Ja, allemaal goed nieuwsshow. AX in de plus. Alles in de plus. Dus nou, laten we dan maar snel gaan beginnen. Om te kijken of ik naar mijn PowerPoint kan gaan. Eens even kijken. Nieuwe delen. Dan gaan we hier naartoe. En dan ga ik die starten vanaf het eerste dia. En ik ben er ook een groot voorstander van. Even kijken. Om mijn pen te gebruiken. Ik vind het altijd leuk om in mijn eigen PowerPoint een beetje te kliederen. Nou, op het moment dat je een vraag hebt, stel die dan gerust in de chat. Graag ook dan naar iedereen. En ik beloof je dat ik op het eind van de presentatie, dat ik alle vragen die er zijn, dat ik die ga beantwoorden. Dus stel gerust je vraag, ik kom daar zeker op terug. Maar ik probeer in eerste instantie dan eventjes de PowerPoint met je door te nemen. Goed, van harte welkom dus. Even kijken, moet hij het wel doen als ik daar op druk? Hij doet het niet, hij doet het wel. Hartstikke fijn. Ja, dit is een financiële presentatie. Daar hoort dus een disclaimer bij, moet ik altijd eerst eventjes noemen. Dit is een louter educatieve presentatie bedoeld voor particuliere beleggers. Niet bedoeld als zijnde beleggingsadvies of aanbevelingen om je aan te zetten tot het verrichten van allerlei transacties. En uiteraard is het zo dat deze, heel belangrijk is, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Ik ga wel de resultaten uit het verleden aan je presenteren. Maar ja, het is inderdaad ook zo. Dat is natuurlijk geen garantie voor de toekomst. De enige garantie die ik je kan geven is dat ik hartstikke hard mijn best doe om de resultaten die in het verleden zijn geweest, om ook die te continueren. Goed, vandaag hebben we het dus over optiebeleggen LT. Ik heb deze twee letters vet gedrukt, groot gemaakt en ook cursief gemaakt. LT staat voor lange termijn. Dat is eigenlijk de beleggingshorizon waar ik mee werk. Ja, vandaag is inderdaad de 12e mei, 12 uur. Van harte welkom op deze vrijdag. En de meeste mensen weten ook dat ik volgende week vrijdag, dan is het uiteraard de 19e, dat is hartstikke logisch. Maar dan is ook de derde vrijdag van de maand. Ik ga hier eens even een derde vrijdag van maken. Ja, niet nu, hè? Dus volgende week vrijdag. Dan ga ik ook een presentatie doen, maar dan over optiebeleggen korte termijn. Want dan is daar handel ik op van optie-expiratiedatum naar optie-expiratiedatum. En dat betekent dus dat ik volgende week vrijdag, dat daar de man met de hamer komt om te kijken of ik daar een rendement heb gemaakt. Maar goed, dat is volgende week. We gaan dus eerst naar lange termijn, naar
dit systeem. Nou, er zijn een aantal mensen enthousiast. Dat vind ik zelf eigenlijk ook altijd wel leuk als mensen enthousiast zijn. Sowieso als klanten enthousiast zijn, dan vind ik dat hartstikke leuk. Maar minimaal even belangrijk vind ik dat brokers enthousiast zijn. In dit geval dus Maxim. Maxim is enthousiast over deze manier van beleggen. Track record loopt daar al lang. En daar zeggen ze van dat het track record indrukwekkend is. Nou, op het moment dat dat gezegd wordt door een broker, betekent dus dat daar 100% betrouwbaarheid in zit. Dat ik niet zomaar van alles aan het roepen ben of van alles op internet aan het slingeren ben. Oh, ik heb dit soort rendement gemaakt. Of ik heb 100% rendement gemaakt en 200% en 300%. Alle mailtjes die jullie ook allemaal wel voorbij zien komen in de spambox en dergelijke. Maar dit zijn allemaal gevalideerde transacties. Op het moment dat een broker zegt dat het een indrukwekkend track record is, nou, dan wil ik dat heel graag vandaag eens toelichten. Vandaag dus hier. Maar ik heb hier op dinsdag 4 april mocht ik dat webinar geven voor de klanten van Maxim. Doe ik vaker. Elke eerste dinsdag van de maand mag ik een presentatie verzorgen voor het klantenbestand van Maxim. Zo enthousiast zijn ze over deze manier van beleggen. Dat is natuurlijk één uitzondering. Hè? De eerste dinsdag van de maand december is 5 december. Nou, dan is de verwachting dat er niet al te veel mensen achter de presents geven. Dus die hebben we dan één weekje uitgesteld naar die 12e. Kun je in je agenda noteren op het moment dat je een bankrekening bij Maxim hebt. Hè, dan krijg je daar ook vanzelf de uitnodiging. Uitnodigingen. Ik werd ook uitgenodigd door Maxim als keynote speaker. Afgelopen maart mocht ik naar België toe, naar Gent, om daar een presentatie te geven over dit systeem trouwens ook. Optiebeleggen LT, lange termijn. En ja, dat is ook wel weer eens een keertje iets anders dan die webinars geven, waar ik gewoon in mijn kantoortje zit met een camera en microfoon en allemaal dat soort zaken. Want dat was dan eigenlijk leuk. Dat was een happening, noemen ze dat in België. En dat was het ook inderdaad, een hele leuke happening. Hier zie je dan ook mij staan met een microfoontje in mijn handen. Deze sheet heb ik je trouwens net laten zien. Track record van LT is indrukwekkend. Was toen natuurlijk ook al 2 maanden geleden. Ja, de zaal was vol. Hier zie je maar een gedeelte. Maar aan de andere kant stonden ook nog, zaten heel erg veel mensen. Het was hartstikke leuk. Sterker nog, er waren meer mensen dan Maxim verwacht had. Ze hadden een redelijk grote zaal gehuurd, maar er stonden ook nog mensen. Dus dat was hartstikke leuk om te doen. Webinars geven is leuk, maar ook af en toe een keer zo'n seminar geven is ook leuk. Super. Wat gaan we vandaag doen? Ja, een kleine introductie van wie, wat, waar, waarom. We gaan ik ga door mijn eigen presentatie al kliederen. Werkwijze, die ga ik uitleggen. Wat doe ik nu eigenlijk precies? Wat is dan de resultante van hetgene wat ik doe? Uiteraard ga ik transacties verrichten. Die transacties laat ik je ook zien. En die transacties die leiden uiteindelijk dan gewoon naar performance. Hè? Wat is het rendement geweest? En ja, ik ga u ook deelgenoot maken als u interesse heeft om dit systeem te volgen. Op het moment dat je zegt, ik wil eigenlijk eens aanhaken als een stukje spreiding in mijn beleggingsportefeuille. Ik ben enthousiast geraakt over de rendementen. Dan laat ik je ook zien hoe je deel kunt nemen en dus ook exact dezelfde rendementen kunt maken als ikzelf. Nou, dat doen we dus inderdaad via het online broker Maxim, zo moet ik eigenlijk zeggen. En via tradersvergelijken.nl met een hele simpele druk op de knop kun je exact dezelfde transacties uitvoeren als ik. Ook daar kom ik straks op terug. En natuurlijk een Q&A, question and answers, oftewel ik ga ook alle vragen beantwoorden. Nou, de goed nieuws show die laat ik achter me, want we gaan naar een minder goed nieuws show. De AEX-index. Ik schrijf hier neerwaarts gericht. En ik denk dat je het daar wel met me eens bent. Hè? Hier op 18 november heb ik een intraday, een hoogste punt zien staan van 829 punten. En ja, we zijn natuurlijk dan, zet ik zo'n streep naar beneden toe, dan lijkt me duidelijk dat dat een neerwaarts patroon is. Want hier op 13 oktober 2022, dus nog geen jaartje later, heb ik intraday een stand zien staan van 611 punten. Nou, lijkt mij hartstikke logisch dat dat een neerwaarts patroon is. We zitten nu hier inderdaad op die 700. Nou, ik rond het maar even af. Gemakshalve op 750 punten. Zo ongeveer geschreven. Nou, zie je het nog steeds van die 829. Ga je zo'n beetje, pak een beetje 80 punten naar beneden toe. Ik denk dat iedereen het er wel mee eens is dat dit een neerwaarts patroon is. Dat we een bearish situatie te maken hebben. En ik ga je vandaag deelgenoot maken hoe ik naar een beurs kijk.
Sterker nog, ik ga je eigenlijk overtuigen dat dit geen neerwaarts patroon is. Dan zul je zeggen, nou Menko, je hebt net eigenlijk 3 keer zitten vertellen dat dit een neerwaarts patroon is. Ja, en toch ga ik je overtuigen dat dit geen neerwaarts patroon is. Sterker nog, ik ga je eigenlijk deelgenoot maken van hoe ik naar een beurs kijk. En ik probeer je in die gedachtegang mee te nemen. Dus ik zou je willen vragen of je dit plaatje in je gedachtegang wil nemen. Daar kom ik dan iets later in de presentatie op terug. Belangrijkste, wat is nou eigenlijk het allerbelangrijkste op de beurs? Ik had het ook verteld. Op die vraag gesteld tijdens dat seminar in Gent. En ja, daar riepen natuurlijk heel veel mensen, toen ik al zei van het begint met de letter R. Ja, daar is uiteraard de R van rendement, werd geroepen. Nou, dat is ook waar de meeste mensen naar kijken. Ik kan me ook voorstellen dat u zelf daarnaar kijkt, want u bent alleen maar bezig om een rendement te maken. Nou, ik doe dat niet. Ik kijk daar niet naar. Ik kijk juist naar het risico, de andere R, de R van risico. En met name het risico beheersen, oftewel het risico. R, en dan even die M erbij, risicomanagement. Daar kijk ik naar. Dus dat vind ik het allerbelangrijkste om bezig te zijn op de beurs. En ik ga je vandaag ook vertellen waarom dat zo is. Sterker nog, ga ik nu vertellen. Ik wil namelijk geld verdienen, juist door dat risico te beheersen. Dus dat risico te managen. En ik heb daar ook een aantal redenen voor. Nou, laat even maar een optelsommetje maken. Stel nu eens voor dat je lekker aan het handelen bent en je hebt een leuke transactie gedaan. En je hebt 1 keer een mooie winst gemaakt, 100 euro. Ja, daar kun je natuurlijk ook een nulletje achter zetten. Er zijn ook mensen die nog een nulletje achter zetten. Heb je 1000 euro of 10.000 euro winst gemaakt? Hè? Even voor het rekenvoorbeeld, maakt dat niet zoveel uit. Je hebt 1 keer een hele mooie winst gemaakt. Super, 100 euro in de tas. Nou, dat doe je ook nog een 2e keer. En dat doe je ook nog een 3e keer. Nou, nee, dat gaat natuurlijk door tot nummertje 9, heb ik hier geschreven. Oh, dan moet ik die 9 wel een klein beetje verzoenlijker maken. Hè? Nou, het is geen mooie 9, maar je snapt het verhaal. Je gaat dus 9 keer... lekker winst maken. En ja, je hebt eigenlijk heel die beurs in de gaten. Wat doet hij nu eigenlijk? Hoe loopt hij nou precies? En je hebt in de gaten hoe die hazen lopen. Je denkt van nou, ik ga gewoon door op deze manier. Want ik ga lekker rendement maken op die manier. Nou, 10e keer doe je eigenlijk precies hetzelfde. Zoals je eigenlijk altijd ingestapt bent. En je zegt nou, dat gaat goed. Maar vanaf het begin af aan loopt het eigenlijk niet zo lekker. En ja, die beurs die gaat uiteindelijk een andere kant op. Die gaat een andere beweging laten zien. En je denkt nou ja, goed. Het is mij toch ook 9 keer gelukt. Om winst te maken, dat zal mij dan toch ook die 10e keer lukken. Maar die 10e keer, dat lukt niet. En dat klein verliesje, dat wordt eigenlijk een groter verlies. En ja, u ziet dat waarschijnlijk ook in uw eigen beleggingsportefeuille. Zal er ook ongetwijfeld al 1 of 2 of 3 posities in zitten waar je een klein beetje hoofdpijn van hebt. Een hoofdpijndossier noem ik dat eigenlijk altijd. En ja, de vraag is dan op een gegeven moment, wanneer ga je afscheid nemen? Met het vertrouwen wat je allemaal opgedaan hebt, dat het 9 keer goed gaat, laat je het misschien ook een klein beetje langer lopen. Dat je denkt, nou, komt nog wel goed, nou, komt niet goed. En je gaat op een gegeven moment nemen afscheid van die positie. En je neemt een verlies van 1000 euro. Wat heb je dan per saldo gedaan? 9 keer het hartstikke goed gedaan. 9 keer 100 euro winst te pakken. 900 euro verdiend. En die ene keer ben je eigenlijk vergeten om je risico's goed te beheersen. Het risicomanagement, daar komen die 2 cijfers weer. Dat risicomanagement, dat heb je eigenlijk verzuimd om dat goed toe te passen. En dat heeft ervoor gezorgd dat je uiteindelijk ook verlieslatend uit deze transacties komt. Nou, dat wil ik dus niet. Vandaar dat ik dus zo geënt ben, zo gefocust ben op die RM, op dat risico beheersen. Ja, beleggen, is dat leuk? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Rendement maken, of ja, sommige mensen vinden het ook wat minder leuk. Deze meneer is wat sikkeneurig. Hij kijkt wat treurig, want... Ja, hij zegt beleggen, dat vind ik eigenlijk spijt hebben. Op het moment dat je natuurlijk een verlieslatende positie in de portefeuille hebt genomen, dan heb je natuurlijk spijt. Hè? Op het moment dat je bijvoorbeeld een aandeel had gekocht en dat gaat naar beneden toe, had je dat beter niet kunnen doen. Dus ja, dan heb je spijt dat je die positie ingenomen hebt. Ik hoop dat jullie allemaal een stop-loss gebruiken. Of je nu aandelen in de portefeuille hebt of dat je opties in de portefeuille hebt. Gebruik alsjeblieft altijd een stop-loss, want dan heb je altijd je risico, oftewel je verlies, tot een bepaald niveau gelimiteerd. Maar het kan natuurlijk ook wel eens een keer zo zijn dat die stoploss een beetje te nauw geformuleerd is geweest. Oftewel dat die onnodig geraakt wordt. Hè? Dus de beurs gaat bijvoorbeeld naar beneden toe. Jouw stoploss, die wordt geraakt. Je denkt, oké, ik heb me gewoon aan mijn handelsplan gehouden. En op het moment dat die stoploss geraakt wordt, gaat die beurs toch weer omhoog. Hartstikke jammer. Eigenlijk een onnodige stoploss in de portefeuille gehad. Ja, daar heb je natuurlijk spijt van. En deze, ja, dit is misschien eigenlijk de meest moeilijke positie om uit te leggen waarom je met een winstgevende positie toch nog spijt kan hebben op de beurs. Maar het verhaal daarachter is eigenlijk heel erg simpel. Op het moment dat je bijvoorbeeld 100 aandelen Koninklijke Olie hebt gekocht
en die gaan hartstikke hard omhoog, dan had je beter 200 van die aandelen kunnen kopen. Of 300, of 500, of 1000. En datzelfde geldt voor call- en put-optie die je koopt of verkoopt. Op het moment dat je dus een winstgevende positie in de portefeuille hebt, dan heb je eigenlijk ook spijt dat je misschien ook niet een keer factor 3, 4, 5 of 10 ingezet had, meegespeeld had. Ja, heb je eigenlijk spijt dat je dat niet wat groter aangepakt hebt. Dus ja, we gaan eens kijken of we deze manier wat vrolijker kunnen maken. Beleggen is natuurlijk hartstikke leuk. We kunnen geld verdienen, we kunnen rendement maken. En dat is het allerleukste wat er is. Ik hoop dat mijn enthousiasme om een rendement te maken, dat het werkelijk van het scherm afspeelt. Want ja, daar ben ik nu eenmaal heel erg enthousiast over. Nou, hoe kun je dat zelf ook doen? Ja, ik ben er overtuigd dat je dat met opties kunt doen. Sterker nog, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat je dat alleen maar met opties kunt doen. En dan moet je wel een bewezen systeem hebben. Dat kun je ook volgen. Ga ik je vandaag iets meer over vertellen. En wat ik zo belangrijk vind, is dat je in elk beursklimaat geld kunt maken, rendement kunt maken. Ik heb zojuist die AX-index een klein stukje teruggehaald naar de afgelopen 3 jaar. En kijk ook eens even naar het rendement in je eigen beleggingsportefeuille in het jaar 2022. Dat zal niet al te fraai zijn geweest. En met opties is het dus ook mogelijk, ook als een beurs naar beneden toe gaat, om dan ook rendement te maken. Laat ik je vandaag deelgenoot van maken. Ik ga je vandaag uitleggen hoe ik dat gedaan heb. Eens even kijken. Ja, mijn stelling is opties die horen een plek te hebben in elke beleggingsportefeuille. Ik ga een aantal, even in het kader van de tijd, een aantal redenen overslaan. Maar ja, deze vind ik wel leuk. Hè? Je hoeft niet altijd gelijk te hebben om gelijk te krijgen en dus geld te verdienen. Betekent eigenlijk zoveel. Stel ervoor dat je een aandeel gaat kopen. Dan kun je maar op één manier gelijk krijgen. Je kunt maar op één manier geld verdienen. Namelijk dat dat ene specifieke aandeel omhoog gaat. Oftewel, eigenlijk als de beurs in zijn algemeenheid omhoog gaat. Dan kun jij een rendement maken. Nou, ik ben daar niet goed in. Zal ik je heel eerlijk zeggen. Ik heb heel vaak ongelijk gekregen. Was ik dus meteen geen geld aan het verdienen. Kruis er doorheen. Was ik geld aan het verlies aan het maken. Dat wilde ik niet. Maar bij opties is het wel degelijk mogelijk dat als je geen gelijk krijgt, dat je dan toch nog geld kunt verdienen. Dat je toch nog rendement kunt maken. En dat is bijna bij geen enkel ander beleggingsinstrument mogelijk. Dat vind ik eigenlijk de charme van het beleggingsinstrument. Opties. Nou, een aantal andere dingen. Heel belangrijk. Hier kom ik weer met mijn risico minimaliseren. Nou, dat zorgt er eigenlijk ook voor dat je dat rendement kunt gaan creëren in je eigen beleggingsportefeuille. In elke markt rendement maken. Heel belangrijk. Ook in, als beurzen neerwaarts tenderen. Ook als ze zijwaarts gaan. En natuurlijk ook als ze omhoog gaan. Hè, dan kun je natuurlijk ook rendement maken. En met opties kun je een stabiele inkomstenstroom genereren. Dat is nou eigenlijk mijn perspectief om met opties te werken. Kleine introductie van mezelf had ik nog niet gedaan. Mijn naam is Menko Menkersweep. In Tilburg heb ik gestudeerd. Katholieke Universiteit Brabant heette dat destijds. Is inmiddels omgevormd naar de Tilburg University. Nou, daar heb ik mijn eerste kennismaking gehad met het beleggingsinstrument opties. Veel als werkstudent. Hè, dus ik werkte bij de lopende band. Hè, want dat verdiende het meest. En aangezien je als student altijd een beetje dorstig bent, had ik gekozen voor het feit dat je zegt, nou, als je dan toch moet werken, dan maar zo min mogelijk werken, maar dan ook wel voor de grootste guldens waren toen eigenlijk nog. Hè, ik ben een stukje ouder, beste mensen. Maar dat zorgde er eigenlijk ook voor dat ik geld had om een beetje te gaan handelen in opties. En ja, dat ging eigenlijk hartstikke leuk. Ik verdiende met optiehandel veel meer dan dat ik achter een lopende band of in een café kon verdienen. Daar werd ik dus eigenlijk enthousiast over. En na mijn studie had ik de keuze om ofwel bij F. Landschot te gaan werken. F. Landschot Bankiers, moet ik eigenlijk netjes zeggen. Of bij secretaris. Nou, een van de laatste vragen die gesteld werd van, wanneer kom ik nu eigenlijk met een klant in aanraking? Nou, bij F. Landschot Bankiers werd gezegd, nou, de aankomende 2-3 jaar niet. Want dan ga je eerst maar eens op een afdeling werken en kijken hoe het allemaal werkt. En bij secretaris werd gezegd, je komt gewoon naar Maastricht. Daar leren we jou in 1 week hoe je rendement kunt maken. Hoe je in elk beurstype geld kunt verdienen. En ja, daarna ga je naar klanten toe. Nou, dat vond ik het meest aantrekkelijke. Dus ik ben in Maastricht gaan werken bij secretaris. En ja, daar eigenlijk gepokt en gemazeld is volgens mij. Ja, geraakt met alles wat met belegging te maken heeft. Goed, 2010 voor mezelf gestart met de website optiebeleggen. Wat doe ik nu eigenlijk? Ik ben aan het beleggen. Dat is streepje nummer 1. En ik ben met opties aan het beleggen. Alleen maar met opties. Ik doe niets anders. Ik heb me volledig gefocust op het beleggingsinstrument opties. In 2015, 2016 ongeveer ben ik Arno Verwijk tegengekomen. Die heeft gevraagd op alle transacties, ook op mijn punt beleggen, wilde plaatsen. Dus ook daar zie je een track record al vanaf 2017.
En ik ben ongeveer in 2019 ben ik Dennis Fransen van Tradersvergelijken tegengekomen. En die heeft gevraagd of ik mijn systeem, er was er toen nog eentje, op zijn korte termijn, ook op zijn website willen plaatsen. Nou, inmiddels is die samenwerking verder uitgegroeid, dat er ook meerdere systemen daar te zien zijn. Kom ik straks nog even op terug. Nou, ik ga eens vertellen wat ik nu eigenlijk doe. Ik neem een short strangle in. En dat betekent eigenlijk dat ik een call en een put optie verkoop. En ik heb ervoor gekozen om dat op de AIX-index te doen. Kom ik straks ook nog even op terug. Ik laat je ook zien wat voor transacties ik dan verricht. In mijn wereldje, hebben ze het eigenlijk heel makkelijk gemaakt. Je hebt te maken met een call-optie of je hebt te maken met een put-optie. Ik geef trouwens ook één keer in de maand bij mijn beleggen een webinar over call- en put-opties. Hoe je dat precies ook kunt inzetten. Nou, laten we eerst eens even dan vertellen wat de werking is. En hoe je dan die opties, call- en put-opties kunt inzetten. Ofwel dat je ze koopt, dan wel dat je ze verkoopt, ofwel schrijft. Op de beurs zeggen ze niet voor niets, wie schrijft die blijft. Dus het verkopen van opties is ook het schrijven van opties. Dus ik ga er in het kader van deze training ga ik wat sneller doorheen. Je bent er van harte uitgenodigd om dan zo'n webinar eens een keertje mee te maken. Nou, wat hoort allemaal bij opties en onderliggende waarden? Dat wordt gedefinieerd. De prijs, de optiepremie wordt vastgesteld. En hier ga ik eigenlijk mijn kleine geheim vertellen. Waarom ik altijd rendement kan maken, dat komt omdat een optie altijd een termijn in zich herbergt. Namelijk een termijn wanneer die optie ook afloopt. Dus een aandeel is natuurlijk oneindig houdbaar, oneindig geldig, zo moet ik tijdelijk misschien ook wel zeggen. Zolang jij aandeelhouder bent van dat bedrijf, dus van bijvoorbeeld ASML, Philips Koninklijke Olie of welk aandeel dan ook, dan ben je net zo lang aandeelhouder van het bedrijf totdat jij besluit om dat aandeel wil te verkopen of dat het bedrijf zelf failliet gaat, hè, want dan sta je natuurlijk ook op nul. Maar dan bepaal je dat zelf. Maar bij opties hoort altijd een optie-expiratiedatum. Die is heel belangrijk en dat is eigenlijk de crux waarom ik, waarom ik zo enthousiast ben om met opties te handelen. Want juist van die karaktereigenschap maak ik gebruik. Even een klein kwadrantje. Ik ben aan het schrijven, een call-optie ben ik aan het schrijven. Datzelfde geldt ook voor de P. Ik ga even de put afkorten tot de P. Ik verkoop een call, verkoop een put. Dat is dus die SS, hè, die short strangle. Even kijken. Ja, ziet er ongeveer zo uit. Die ik inneem. En dat vind ik leuk, hè? Want ik verkoop een call optie, daarmee krijg ik een premie. Ik verkoop een put optie, daarmee krijg ik een premie. Dus ik krijg aan twee keer. Even, dit is dan een 2. En dit is dan een keerteken. Nou, dit zijn dan de euro's. Het duurt eigenlijk wat langer dan ik eigenlijk gedacht had. Twee keer, ik krijg aan twee kanten geld. Ik krijg aan de linkerkant geld, ik krijg aan de rechterkant geld. Dat vind ik altijd prettig om geld te krijgen. Ik zeg altijd, geld moet rollen en vooral ook mijn kant op. Dat vind ik het allerprettigste. Maar het is natuurlijk niet alleen maar feest, hè? Want op het moment dat ik een call en put optie ga verkopen, dan ga ik bepaalde verplichtingen aan. En juist om die verplichtingen te managen, de risico's te managen, komt u weer. Risicomanagement, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste waar ik dus op gefocust ben. Voordelen, ik zie heel veel voordelen. Dat heb ik al een klein beetje verteld. Zijn er dan alleen maar voordelen? Nee, want ik had je ook verteld, het nadeel van het verkopen van risico is dat of het verkopen van opties is dat risico. En daarvoor dus inderdaad dat hele strikte RM, risicomanagement, waar ik eigenlijk op gespecialiseerd ben om dat op een hele goede manier in te zetten. Even kijken, ik zie dat een aantal mensen iets in de chat zetten. Ik hoop dat, ik wou zeggen, ik hoop dat mijn presentatie goed gaat. Nou, deze vraag is super. Die ga ik zo meteen allemaal beantwoorden op het eind van de presentatie. Komt allemaal aan bord, beste mensen. Heb je meer vragen, zet hem vooral ook in de chat. Goed, de short strangle dus. Dat is wat mij betreft de methode om rendement te maken. En dat doe ik niet op basis van dat ik zeg, ik ga eens kijken of mijn gevoel goed is vandaag, of dat ik met de juiste been uit bed ben gestapt. Nee, dat doe ik op basis van wiskunde en statistiek. Daarop neem ik mijn short strangle posities in. Dus dat laat ik afhangen van allerlei wiskundige modellen. Hoe ziet er nou zo'n short strangle strategie nou uit? Ik ga hier eens even kijken of ik hier drie letters kan positioneren. De A, de E en dan komt er uiteraard ook de X vandaan. Dit is de AIX-index. Aan de rechterkant, heb ik hier ook geschreven, gaan we omhoog. We gaan aan de linkerkant gaan we naar beneden toe, gaan we lager. Zo moet je eigenlijk deze grafiek zien. Ik had verteld, ik verkoop een call, een short call heb ik hier geschreven. Dus ik verkoop een call, ontvang daarmee premie. En ik verkoop een put, daarmee ontvang ik premie. Die call,
die verkoop ik en dat doe ik boven de huidige waarde van de AEX-index. En ik ga ook een put verkopen en dat doe ik onder de huidige waarde van de AEX-index. En wat creëer ik dan eigenlijk? Je moet het eigenlijk zo zien dat ik een bandbreedte creëer boven en onder de AEX-index. En hier moet die AEX-index, nou even kijken of ik die een beetje snel kan tekenen. Ja, eigenlijk iets te klein gemaakt, dus dan wordt het een beetje kriegelwerk. Nou, even kijken, nou zo. Ik ga dus een bandbreedte boven en onder die AEX-index creëren. En daar moet hij binnenin bewegen. Dan is het goed voor mij. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat die AEX-index een stuk lager gaat. Nou, dan moet niet al te laag gaan, want dan kom ik hier in het verlies terecht. Sterker nog, op het moment dat die een stuk hoger gaat, loop ik zelf het risico van een ongelimiteerd verlies. Van daaruit mijn specialiteit RM, dat risico managen. Dat is het allerbelangrijkste om, als je met opties aan het handelen bent. Ik had u nog iets beloofd, hè? Ik had u verteld van, ik ga u van overtuigen dat dit geen neerwaartse beweging is. Sterker nog, ik heb het hier al neergeschreven, zijwaartse beweging. Nou kan ik me ook voorstellen dat je zegt van, ja, eerst zeg je dat het een neerwaartse beweging is, nu zeg je dat het een zijwaartse beweging is. Ik wil wel een stukje uitleg, want zojuist waren we er toch van overtuigd dat dit een neerwaartse beweging is en geen zijwaartse. Nou, ik ga je ook vertellen hoe ik dus naar een beurs kijk. Nou, we hebben jullie 829 gezien. Ik had deze pijl getrokken naar beneden toe. We hadden hier die 750 punten ongeveer. Waar we nu zo'n beetje grosso modo of tenminste zo'n beetje opstaan. Dus dat dit nog steeds die zijwaartse, dat dit dus die neerwaartse beweging is. Maar ik ga je overtuigen dat het niet het geval is. Want ik had je verteld, ik ga een call optie verkopen. Hier helemaal naar boven toe. Dan ga ik een C'tje maken. Dit is die call optie, die verkoop ik boven de huidige waarde van de AEX-index. En, ik heb je ook verteld, ik verkoop een put-optie. Ik ga ook die streep trekken. En die duurt wat langer blijkbaar. Even kijken of je door wil lopen. Dit is die put-optie. Dat is eigenlijk die bodem. Die verkoop ik onder de huidige waarde van de AEX-index. En ik ga hier deze bandbreedte laten zien. Kijk eens eventjes wat hier gebeurt. Op het moment dat deze bandbreedte gecreëerd is, dan is dit eigenlijk geen zijwaartse beweging is. Dit is dan geen neerwaartse beweging, maar dit is een zijwaartse beweging geworden. Hij valt dus onder deze call, hij valt boven deze put, en zo heb ik dus eigenlijk een zijwaartse beweging gecreëerd. En zo kan ik op deze manier dus geld verdienen. Ik had je verteld, ik doe inmiddels al een drietal systemen in Nederland op de AEX-index. We gaan het vandaag dus hebben over de lange termijn. Allemaal dezelfde strategie, hè? Dus de short strangle strategie. Dat is natuurlijk één verschil, hè? Bij korte termijn hanteer ik een echte korte termijn beleggingshorizon. En dat is in mijn optiek dus 4 weken. Vandaag laat ik je zien over lange termijn. Dat is een beleggingshorizon van tussen de 3 en 9 maanden. Daar zal ik zo meteen nog even op terugkomen. En ik heb gisteren deze presentatie aangepast en gehouden voor extra lange termijn. En daar is een beleggingshorizon van 1 à 2 jaar hanteer ik daarbij. Nou, sinds kort, sinds 16 februari. Hanteer ik ook een beleggingssysteem op de S&P 500 in Amerika dus. Dus inmiddels heb ik 4 beleggingssystemen waarbij ik deze, mijn favoriete strategie toepas, de short strangle strategie. En die is zo favoriet omdat je daar dus in elk markttype rendement kunt maken. Wat wil ik nu eigenlijk beogen? Wat is mijn doelstelling? Ik heb die eigenlijk maar de 3 R's genoemd. Even kijken. Nou, het lijkt eigenlijk wel een hartje. Nou, helemaal super. Want zo moet het ook. Ik wil rust overdag hebben. Ik wil dus niet de hele dag met die beurs bezig zijn. Gaat die omhoog, gaat die omlaag, gaat die van links en naar rechts. Ik wil dus daar rust gecreëerd hebben. Dat mijn bandbreedte eigenlijk dus groot genoeg is, wijs genoeg is. Zonder dat ik dat gevangen word door de bewegingen van de AX. Die natuurlijk ook best fors kunnen zijn. Op het moment dat ik rust overdag heb, betekent ook dat ik rust 's nachts heb. Ik slaap gewoon lekker in mijn bedje toe. Of in mijn bedje. Denk aan leuke dingen. En ja, goed, dan hoe moet ik die bezig te houden met een positie die verlieslatend is of rode cijfers aan het genereren is. Die rust overdag, die zorgt dus voor rust 's nachts. Ja, de allerbelangrijkste R is natuurlijk deze R. Ik wil rendement maken. Ik wil een rendement maken van 1% per maand. En ik heb er heel stiekem een groter dan teken voor gezet. Ik wil een rendement maken van minimaal 1% per maand. Gaat de beurs omhoog? Ik vind het prima. Ik wil minimaal 1% rendement per maand maken. Gaat de beurs zijwaarts bewegen? Ik vind dat ook prima. Ik wil minimaal 1% rendement per maand maken. Gaat de beurs neerwaarts? Ook dat vind ik prima. Ik wil minimaal 1% rendement per maand maken. Dus dat is de doelstelling bij al mijn systemen. En ik heb nog een vierde R'tje, maar ja, daar zat geen R in. Don't lose money.
En dat is de stijlregel van Warren Buffett. Sterker nog, hij heeft eigenlijk twee regels. De eerste regel is don't lose money. En zijn tweede regel is don't forget rule number one. Oftewel, deze beste meneer, een van de rijkste mensen van Amerika, een van de rijkste mensen van de wereld, die is alleen maar bezig met die twee letters van mij, die R en die M. Nou is het niet zo dat hij die van mij gestolen heeft en dat hij daarom zo rijk geworden is. Het is misschien eigenlijk wel andersom dat ik dat de goede dingen die hij in zijn beleggingsstrategie incorporeert, dat ik die ook in mijn eigen beleggingssysteem ingebouwd heb. Goed, dit ga ik nog vertellen. Om met dit systeem mee te doen, heb je 14.000 euro nodig. Ik had je verteld, ik neem een short strengel in. Sterker nog, ik neem eigenlijk twee short strengels in. Dat zal ik je zo meteen laten zien. En op het moment dat je een call of put optie op de AX aan het verkopen bent, dan gaat elke broker, dus ook Maxim, een margin verplichting vereisen. Daarvoor heb je dus 14.000 euro nodig om met dit systeem mee te kunnen doen, mee te mogen doen vanuit de broker. Ja, voor mij mag je met 1 euro meedoen. Maar ja, de broker die heeft natuurlijk daar een bepaalde margeverplichting, margevereiste voorgesteld. 3 tot 9 maanden heb ik gezegd. En wat is nu eigenlijk mijn strategie? Ik ga winstgevende positie, maar ook verlieslatende positie ga ik doorrollen. Dus doorrollen van posities, dat is in wezen mijn strategie. En dat doe ik op basis van wiskundestatistiek. Nogmaals, niet op basis van gevoel. Want ja, anders dan gaan we mee met de emoties op de beurs. Dat willen we niet. We gaan op basis van wiskundestatistiek gaan we beslissingen nemen. Ik ga je vertellen wat de verschillende rendementen zijn geweest. Even kijken, want dat ding van Zoom staat hierbij. Even kijken. Even dan. Ja, lange termijn. Daar hebben we het over. Dit zijn de rendementen van lange termijn. Dan kijk eens eventjes. Ik wil even met mijn muis hier naartoe gaan, naar het jaar 2022. Dat heel veel mensen in de paniek waren. Heel veel mensen dachten, nou, het komt nooit meer goed met die beurs. Heel veel mensen hebben rode cijfers gezien in hun beleggingsportefeuille. Nou, beste mensen, dit was mijn beste jaar ooit. Met die grote bandbreedte die ik gecreëerd heb, zie je dat ik hier elke maand winstgevend afgesloten heb. Er was geen enkele maand verlies laten. En dat zorgde ook voor een geweldig mooi rendement van 5600 euro op die 14.000 euro waar je dus die benodigd zijn om als benodigd kapitaal mee te doen. Is januari, februari, maart, is dat ook goed gedaan? Nou, sommigen wel, kijk eens even. 420 euro in januari, maar ook ik maak wel eens een keertje verlies. Hè? Hier, min 333 euro in februari. Maart was weer goed, april was weer goed. Nou, kijk eens eventjes naar de maand mei. 1123 euro tot nu toe aan rendement gemaakt. Ook hier dus zit ik nu met een maand of 5 op de teller. Dus op 1695 euro. Betekent dus dat ik mijn 10% eigenlijk al te pakken heb, hè, in deze periode. Ik ga je daar straks nog iets meer over laten zien hoe het rendement is. Daadwerkelijk uitgevoerde transacties. Want ja, je kunt wel rendement laten zien. Maar dan moet je natuurlijk ook laten zien wat je nou precies doet. Ik had je verteld, ik neem 2 keer een SS in. 2 keer een short strengel. En die laat ik je nu zien. Tenminste, ik laat even de portefeuille zien die op 11 april actueel was. 2 short strengels dus. Ik heb een juni-serie in de portefeuille. De call 800, dat is mijn plafond. En de put 640, dat is mijn bodem. Zie je dat ik hier 160 punten tussen heb zitten? Dat is eigenlijk dus die bandbreedte die ik gecreëerd heb. En die bandbreedte die wordt eigenlijk alleen maar groter, alleen maar leuker op het moment dat je verder weg in de tijd gaat. Want ik heb dus een tweede short strengel. Moet ik hier even een tweetje maken. Dat is dus ook een verkoop van een call en een put optie op de AX index. Met september als looptijd. En ik heb hier de 840-640 combinatie. Oftewel, ik heb hier de AX 200 punten gegeven waarin hij mag acteren. Zie je ook de premies die lekker opgehaald worden. Hè, dat zijn natuurlijk op het moment dat ik deze call en put optie ga verkopen. Dat zijn de premies die ik daarmee dan binnenhaal. Hoe kom ik nu aan mijn rendement? Nou, ik heb hier een transactie gedaan op 11-4. Ik heb hier de september 620 put gesloten. En die heb ik doorgerold, dus naar boven toe. Hè, want we gaan van 620 naar 640 gaan we omhoog. Die heb ik geopend. En die zie je hier dan ook natuurlijk in die portefeuille terugkomen. Wat voor winst heb ik hier gemaakt op die 620? Nou, die heb ik verkocht voor 845 euro. Die ga ik hier terugkopen voor 670 euro. Derhalve een rendement in april van 175 euro. Zo kom ik dus aan mijn rendement. Normaal gesproken, ik denk dat de meesten bij jullie zeggen van nou, ik ga eerst iets kopen
En vervolgens ga ik iets verkopen. Ik doe het dus eigenlijk juist andersom. Ik ga eerst iets verkopen voor een bepaald bedrag. En ik ga dat tegen een lager bedrag terugkopen. Ik hoop dat je een klein beetje mijn manier van denken begrijpt. He, dat ik zeg, ik ben met dat risicomanagement nodig. Ik wil die 1000 euro verlies, wat ik aan het begin van de presentatie liet zien. Die wil ik voorkomen. Ik wil in die neergaande trend, in dat figuurtje, wil ik niet meegaan met die neergaande trend. Ik wil mijn bandbreedte zo groot maken dat het neergaand kanaal, dat dat voor mij toch nog een zijwaarts kanaal is. En dat zie je eigenlijk hier ook, hè, wat ik je laat zien. Op het moment dat ik dus even kijken of mijn muis meedoet. Ja, op het moment dat ik dus 200 punten ruimte heb gegeven op de AEX, dan creëer ik dus die mogelijkheid. Eens even kijken, ik ga u een vraag stellen. Vindt u het goed dat ik u in de aankomende minuten uit ga leggen hoe ik u kan helpen? Hoe u ook dit systeem kunt volgen als u daar interesse in heeft? Zou u eventjes in de chat ja of nee kunnen plaatsen? Dan ga ik zelf ook even naar de chatfunctie toe. Even kijken. Eens even kijken. Ik zie dat Marnik zegt ja. Ik zie dat Arjan zegt ja. Arjan, je hebt het naar host en panelleden gepost. Dat geldt ook voor Carlo. Dus geen probleem, want dat komt ook bij mij terecht hoor. Ik zie dat meerdere mensen ja zeggen naar host en panelleden. Maar op het moment dat je zo meteen nog een vraag hebt, dan wil ik je vragen of je dat eventjes naar iedereen wil posten. Dan gaat dat ook helemaal goed komen. Ik zie trouwens dat, even kijken, dat Theo zegt dat er veel oudere mensen in de zaal zaten. Ja, er zijn ook mensen die vaak ook een stuk vermogen hebben, beste Theo. Kom ik zo meteen nog even terug. Nou, hartstikke leuk. Ik ga je vertellen hoe dit systeem dan werkt en hoe je dat kan volgen. Nou, dat doen we door middel van co-trading, oftewel semi-automatisch handel. Dat betekent eigenlijk zoveel dat je een berichtje gaat krijgen van mijn transacties. Ik ga je vertellen exact wat ik ga doen. Exact de details van de transactie, die ga je krijgen. En je gaat exact dezelfde transactie uitvoeren als ik. Nou, op het moment dat je exact dezelfde transactie uitvoert als ik, dan is het natuurlijk ook hartstikke logisch dat je exact hetzelfde rendement maakt als ik. Nou, ik zeg hier ook altijd, makkelijker dan dit kan ik het u nu maken. U kopieert gewoon mijn transacties, oftewel, dat noemen we niet voor niets dan semi-automatisch handel, oftewel co-traden. We doen het samen. Daarvoor is wel nodig dat je een bankrekening hebt bij Maxim en dat je aangesloten bent bij traders vergelijken. En hier zie je het ook al, we gaan het samen doen. Je hoeft die berg niet alleen op te klimmen, je hoeft niet alleen met die beurs bezig te zijn. Dat gaan we op deze manier samen doen. Hoe ziet er dat dan uit? Nou, we hebben een WhatsApp. Daar zet ik hier een streep boven. Dus daar ga je lid van worden op het moment dat je je aangemeld hebt bij Traders Vergelijken. Nou, je ziet dat hier ook al een aantal mensen al lid zijn geworden van deze groep. En in deze groep ga ik een aankondiging doen van de transactie. Ik zeg, morgen ga ik, om 11 uur ga ik even niet precies vertellen hoeveel, maar ga ik een transactie doen en ik ga mij bijtijds melden met de details van de transactie. Nou, de volgende dag zeg ik inderdaad, om 11 uur ga ik een put. Ga ik doorrollen, met een fijne winst, hartstikke leuk. Dit is dan transactie nummertje 1, dit is dan transactie nummer 2. Dus dan ga ik al laten zien wat ik ga doen. En vervolgens krijg je op dat Telegram krijg je deze link. Dat is een link van een website. En op het moment dat je daarop drukt, dat is eigenlijk de eerste druk op de knop, dan krijg je dit vervolgscherm. Even een pijl van maken, hier aan de rechterkant. Dan zie je dit schermpje staan. En hier is eigenlijk het allerbelangrijkste. Hier staat die order, hè? Dus ik ga hier een verkoop van een... ik heb even hier de call optie genomen, de september serie. Die verkoop ik voor 5 euro. Oh, even kijken, een beetje daaromheen. 5 euro. En het allerbelangrijkste staat hier onderin. Hier staan twee rechthoeken. Aan de linkerkant staat het blokje afwijzen. Aan de rechterkant staat het blokje accepteren. Dus op het moment dat je hier op deze knop drukt, dan ga je deze order, deze transactie afwijzen. Nou, dat wil je natuurlijk niet, want je wil deze transactie ook gaan doen. Je wil exact dezelfde transactie uitvoeren als ik. Dus je drukt hier op het blokje accepteren. Ik ga hier ook nog een vinkje bij zetten, of zo'n krul die we vroeger van de meneer en juffrouw kregen op school. Je drukt op deze knop en dan gaat die transactie rechtstreeks naar Maxim, rechtstreeks naar de beurs. Die wordt dus daar ook uitgevoerd, ook op deze 5 euro. En dat betekent dus dat je exact dezelfde transactie uitvoert als ik. En ook exact hetzelfde rendement maakt. Nou, wat zijn dan die rendementen? Hoe ziet dat dan uit? Nou, bij korte termijn even een quick view.
hoe dat allemaal gelopen is. Ja, eventjes terug naar het jaar 2022 was voor mij ook met korte termijn een heel mooi jaar. Hè? €1143 verdiend. Ik heb in maart 2020, dus dat is meer dan 3 jaar geleden, heb ik mijn strategie aangepast. Omdat ik hier in februari 2020 een fors verlies maakte. Ik maakte maar liefst €400 verlies. Nou, dat wil ik niet. Ik heb hier mijn strategie aangepast. En hier zijn dus 29 maanden. Even kijken of ik dat een beetje snel kan laten zien. Er zijn er 29 hier allemaal winstgevende maanden. Even kijken een beetje of dat ding sneller kan lopen. Allemaal winstgevende maanden geweest. Hartstikke leuk. Hier komt op een gegeven moment, dit gaat ook nog goed door. Behalve, even kijken, waar zitten we? In september, hier. September 2022, dan uiteraard, hè, afgelopen september, maakte ik een verlies van €379. Wel jammer, want ik wilde eigenlijk heel graag dat die september-serie ook winstgevend was afgelopen, want dan had ik de 30ste maand achter elkaar, precies 2,5 jaar, elke maand winstgevend afgesloten. Nou, dat lukte niet. Jammer genoeg werd mijn risicomanagement werd hier getriggerd. Moest ik hier een verlies incasseren van €379. Nou, je ziet dat het natuurlijk uiteindelijk toch nog een heel mooi jaar is geworden. Hè? €1143 in de pocket. En ook de afgelopen maanden zijn allemaal winstgevend afgesloten. Nou, dat is korte termijn. We hebben ook extra lange termijn. Daar ga ik even sneller doorheen. Ook dat jaar €2735 verdiend in dat hele vervelende beursjaar 2022. Dus als mensen, als je nog eens een keer andere presentaties hoort. Ik probeer ook alle presentaties van mijn collega's, of ja, collega's mag ik eigenlijk wel zeggen, collega-traders te volgen. Die zeggen, joh, ik heb eigenlijk 6% verlies gemaakt in 2022. Ik heb het best goed gedaan, want de AX die is met 10% gezakt. En ik heb maar 6% verlies gemaakt. Grote onzin, beste mensen, moeten gewoon winst maken. Dan zie je ook dat het hier ook mogelijk is. Ja, ik ben ook in Amerika bezig gestart op 16 februari. Mijn eerste positie ingenomen. Dat betekent dat in maart mijn eerste expiratie was daar. €80 verdiend. €80 moet ik zeggen. En in april ook $95. Op het moment dat dat doorgaat, dan zit je op een rendement van 21%. Dus dat eigenlijk ook weer exact dezelfde strategie. Die short strangle strategie, mijn favoriete strategie. Even kijken. Nou, we gaan eens even een optelsommetje maken. Want hier hebben we natuurlijk in februari bij lange termijn hebben we dat verlies gemaakt. Maar met zo'n mooie meimaand erbij, de meimaand, filmmaand, feestmaand, €1695 tot nu toe verdiend. Dat is wel eigenlijk, ja, leuke cijfers. Mijn vraag nu is, bent u eigenlijk nou net zo enthousiast als ik? Nou, op het moment dat u dit soort rendementen ook in uw portefeuille wil, dan kan ik u eigenlijk maar één ding aanraden. Ik ga een optelsom doen over de laatste 39 maanden. Deze strategie die loopt exact 39 maanden. In die 39 maanden heb ik €10.931 opgehaald. Dat betekent dus dat mijn netto winst is €280 per maand. En wat betekent dat? Wat is dan het rendement van dit systeem? Dat is 24%, 24,02% per jaar. Mijn doelstelling, ik hoop dat u dat nog weet. Mijn doelstelling was om minimaal 1% per jaar te... per maand te maken. Oftewel minimaal 12% per jaar. Je zit dus op het dubbele, beste mensen. Dit is een systeem dat rendeert 24% per jaar over de afgelopen 39 maanden. Dus ook met dat vervelende beursjaar erbij. Die 39 maanden, als je dat terugrekent, is dat €280 per maand. Om mee te doen met dit systeem betaal je €42 per maand. Oftewel, wat is dan je netto rendement? Dat is €237. Ik rond het even af op €238. Nou, als je dat weer relateert op die €14.000, maak je een rendement netto, inclusief alle kosten die er vanaf zijn, van 20%. Nou, ik denk dat het interessant is. Ik denk dat het leuk is. Ik denk dat het ook misschien ook een hoger rendement is dan dat u er zelf afgelopen 39 maanden gemaakt hebt. Dus ik zou eigenlijk aan u willen vragen, hebt u interesse om met mij mee te doen? Nou, dat is eigenlijk ook deze vraag. Dus zou je eventjes in de chat willen aangeven of je interesse hebt om mee te doen. Als dat het geval is, dan kun je deze QR-code kun je scannen. Dan ga je automatisch naar Traders Vergelijken toe. En van daaruit kun je dus ook deelgenoot gaan worden in dit systeem. Even kijken. Nou, deze laat ik nog even achterwege. Ik heb nog één sheet. Eens even kijken. Ik ga even terug naar de chat. Even kijken.
Eens even kijken. Of als je een vraag hebt, zet hem even alsjeblieft in de chat. Even kijken. Ik zie dat... Theo zegt eigenlijk staat mooi in de zijwaartse beweging. 36-37, nu ligt uitgebroken de laatste tijd. Wie schrijft die blijft inderdaad volledig waar, beste Theo. Vandaar bij deze lezing veel oudere mensen. Die willen rendement met weinig risico. Geen verliezen. Nou, mensen, ja, niemand wil eigenlijk verliezen maken, beste Theo. Hè? Of er oude mensen zijn of jonge mensen zijn. Sterker nog, jonge mensen willen eigenlijk helemaal geen verlies maken. Die zijn alleen maar gefocust op rendement maken of winst maken. Dus die... maar er zaten inderdaad in België wat meer oudere mensen dan jongere mensen. Even kijken, Mannix zegt inderdaad ook ja. Een aantal mensen zeggen ook ja. Hartstikke leuk. Nou ja, goed. Op het moment dat je dit interessant vindt, dan kun je hier naartoe gaan. Ik wil je eigenlijk nog twee dingen laten zien. Op de eerste plaats, even kijken of mijn muis het verder doet. Ik had je verteld, elke eerste dinsdag van de maand mag ik bij Maxim een webinar geven voor hun cliëntenbestand. Maar aanstaande dinsdag mag ik ook een webinar geven. En dat komt vanwege het feit, ik ga eens eventjes deze link posten in de chat. Even kijken of ik dat een beetje makkelijk kan doen. Ja, aanstaande dinsdag is het dus zo. Even kijken. Mag ik, hè, dan is het weliswaar niet de eerste dinsdag van de maand, maar dan mag ik een webinar geven. En dat komt omdat ik aanstaande dinsdag een nieuw beleggingssysteem ga introduceren. Hè. Dus ik heb 3 beleggingssystemen in Amerika, Nederland, hè, op de AEX-index. Korte termijn, lange termijn, extra lange termijn. Dat zijn de 3 systemen waar ik in vogelvlucht vandaag eventjes doorheen gegaan ben. En ik heb 1 systeem in Amerika, de TAT, de American Dream. En aanstaande vrijdag, ik mag er nog niet al te veel over zeggen, want het moet een kleine verrassing zijn. Maar dan mag ik voor het klantopstand van Maxim, mag ik een webinar gaan geven. Ik heb een presentatie daar al over gehouden, over dit systeem. En ze waren daar ook enthousiast over, dat ze zeggen, hey, dat vind ik leuk om dat voor onze klanten te gaan introduceren. Dus aanstaande dinsdag 7:30 kun je, als je deze Zoom-link kopieert, kun je alvast inschrijven. Heb je een rekening bij Maxim, dan krijg je aanstaande zaterdag een mailtje vanuit Maxim. Ben je al klant bij Traders Vergelijken, krijg je ook nog een mailtje vanuit Traders Vergelijken. Want we willen dit groots aanpakken, omdat het ook zo'n heel mooi systeem gaat worden. Eens even kijken. Ik zie dat het netjes is, 1:15. Ik ga eigenlijk aan je vragen. Heb je op dit moment nog een vraag? Heb je een opmerking? Wil je iets weten over het systeem? Wil je iets weten over Maxim? Wil je iets weten over Traders Vergelijken? Wil je iets weten over de manier van handelen? Ik ben eigenlijk ook benieuwd wat je van mijn presentatie vond. Was het leerzaam? Ging het misschien een beetje te snel? Daar hoor ik ook wel eens een keertje van terug. Maar was het duidelijk? Heb je weer iets meer affiniteit gekregen met het beleggingsinstrument opties? Eigenlijk een aantal vragen. En we zijn met een relatief klein groepje. Dus ik zou eigenlijk willen vragen of iedereen eventjes in die chat een reactie zou willen geven. Dan hebben we ook een stukje interactie. Even kijken. Arjan zegt, goede presentatie was duidelijk. Dankjewel, beste Arjan, voor je compliment. Goed dat het duidelijk is. Nou, ik hoop dat je ook geïnteresseerd bent geraakt om bijvoorbeeld ook aanstaande dinsdag aan te schakelen om daar aan mee te doen. En ook Frans zegt een duidelijk verhaal. Dankjewel, beste Frans. Nou, ik hoop voor jou ook dat je dan zegt, nou, hè, dat verhaal is duidelijk, presentatie duidelijk. Maar om nu ook dan de volgende stap te zetten, om te kijken of je dus ook daadwerkelijk deze rendementen kunt gaan maken in je eigen beleggingsportefeuille. Je mag ook vertellen of het zelfs goed gaat bij jou in de beleggingsportefeuille. Of je al opties hebt, of juist nog niet. Of aandelen hebt, en hoe dat allemaal gaat. Ben ik eigenlijk ook wel geïnteresseerd in. En nogmaals, ik heb zelf geen aandelen in het portefeuille. Ik had het al gezegd. Ja, nadeel vind ik van aandelen. Je kunt maar op 1 manier rendement maken als dat ding omhoog gaat. En ja, dat is natuurlijk niet altijd het geval. Dus vandaar ook ben ik zo enthousiast over het beleggingsinstrument opties. Eens even kijken. Kan ik nog iemand van dienst zijn met een antwoord als er een vraag is of een opmerking? Want als dat niet het geval is, dan ga ik... ik zit hier in het zuiden, dus de zon schijnt hier al. Ik geloof dat het in het noorden van het land wat aan het regen is. Maar dan gaan we lekker aan de lunch. Eens even kijken. Ik denk dat het zo is, als ik geen reacties meer zie, dat ik jullie ga bedanken voor alle vragen en antwoorden die er allemaal geweest zijn, alle reacties in de chat.
Ik dank jullie wel voor jullie interesse. Arjan zegt, ja, je had het over een wiskundige berekening. Ja, dat klopt inderdaad, beste Arjan. Hè? Dus je moet het eigenlijk zo zien. Ik neem dus die vier posities in. Hè? Schrijf een call en een put op de AX-index. Bij korte termijn, lange termijn, extra lange termijn. En ook bij de Amerikaanse systeem. En op basis van wiskunde bepaal ik of ik winst kan nemen. Of dat ik winst of dat ik verlies moet nemen. Dus ik laat dat niet afhangen van emotie. Of dat de beurs hard omhoog of omlaag gaat. Of van links naar rechts. Of dat van alles nog wat gebeurt met geopolitiek. Of de rente. Of de olie. Of de oorlog. Of allerlei andere zaken. Dus ik kijk puur mathematisch naar de cijfers. En op basis daarvan bepaal ik dus of ik winst kan nemen. Of dat ik verlies moet nemen. Dus dat is voor mij een hele mooie houvast. Hè? Dus op het moment dat ik bij de entree van een positie. Op het moment dat ik een positie inneem. Dan heb ik eigenlijk al bepaald wanneer ik winst neem en wanneer ik verlies neem. En dat is in wezen de wiskundige benadering of berekening inderdaad waar ik me aan vasthoud. Dat is eigenlijk ook de enige manier om succesvol te werken op een beurs. Dat je altijd, dat je geen emoties laat plaatsvinden omdat die niet eenmaal ook jouw handelsinzichten, misschien moet ik het zo zeggen, aan het vertroebelen zijn. Nou, dat wil ik niet. Hè? Ik wil dus heel helder altijd kunnen nadenken en op die manier dus vandaar mijn hang naar die wiskunde. Ik hoop dat ook een antwoord is op jouw vraag. Oké, duidelijk. Geniet van het zonnetje. Nou, dat ga ik zeker doen. Dat gun ik jou ook, beste Arjan. Dat gun ik iedereen ook. Ik ga jullie een heel goed weekend voor straks toewensen. Op het moment dat je interesse hebt, dan weet je me te vinden. Je kunt ook even naar Traders Vergelijken toe gaan. Daar kun je ook naar de website gaan om daar een nieuwsbrief aan te vragen. Je wordt niet volgespamd, je krijgt geen 36 mailtjes per dag. Maar je krijgt één keer in de maand krijg je een overzicht van alle mensen die daar met hun systemen staan. Waaronder dus ook ikzelf. En zo word je natuurlijk ook op de hoogte gehouden van alle rendementen die gerealiseerd worden. Niet alleen door mijzelf, maar ook door alle andere collega-traders die daar actief zijn. Dus van harte uitgenodigd ook naar tradersvergelijken.nl te gaan om je daar aan te melden bij de website. Nou, heb je interesse, dan kom je vanzelf ook weer bij mij terecht om met dit systeem mee te doen. Dan treffen we elkaar ook in de Telegram groep. En dan treffen we elkaar in de loop van volgende week. Ja, volgende week vrijdag dus, hè, beste mensen, derde vrijdag van de maand. Dan hoop ik jullie weer te zien en dan ga ik jullie een heel goed weekend toewensen. Bedankt voor de interesse, goed weekend en tot de volgende keer. Dag!